Welkom bij mijn presentatie over de toekomst van de stad. Wat mij betreft kenmerkt die zich door enorm veel keuze en ongelooflijk nabijheid. Mijn naam is Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving. Ik presenteer vandaag mijn visie op de toekomst van de stad aan de hand van 13 misverstanden. U kunt in de QA vragen daarover stellen. Die behandelen we aan het eind van mijn presentatie, anders dan komen we nooit bij misverstand 13. Als Rijksadviseur ben ik onderdeel van het college van Rijksadviseurs... samen met Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Berno Strootman, de landschapsarchitect. En ik ben uh, verantwoordelijk als Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving... voor mobiliteit en verstedelijking. Wij adviseren het Rijk en haar partners op het niveau van beleid. Dat doen we uh, onder andere over de NOVI, de Nationale Omgevingsvisie... waarvoor wij Panorama Nederland hebben ontwikkeld. En daarnaast doen we ook veel ontwerpend onderzoek... naar diverse uh, onderdelen van mobiliteit en verstedelijking... Waaronder het dashboard verstedelijking, waarover ik straks ook meer vertel. Daarnaast ben ik ook in de praktijk uh, betrokken bij alle handen kwaliteitsteams bij de uitvoering van rijksprojecten. Uh, Nederland staat eigenlijk voor een aantal hele grote opgaven die nogal abstract zijn. We moeten 1 miljoen woningen bouwen, we moeten Parijs halen, droge voeten houden en een koel cool hoofd. Dat zijn niet echt begrippen waar Nederlanders erg voor gemotiveerd hun bed uitkomen. Het is een soort Nederland moet. Uh, wij denken dat het interessanter is om Nederlanders te motiveren om aan een toekomst te werken waar ze naar verlangen, waar ze zelf aan willen bijdragen en waar uh, ook op kortere termijn al voordelen aan te ontdekken zijn. Met misschien ook veel meer de zorgen van alle dag die beantwoord worden. Dat optimistische perspectief hebben wij geschetst in Panorama Nederland, waarbij de grote opgaven worden ingezet om ook een rijker, hechter, schoner Nederland te maken. Een veel leuker Nederland. Wij zien de vier opgaven waarvoor we staan in Nederland: eh, klimaatadaptatie, energietransitie, een verstedelijkingsopgave en een verduurzaming van de landbouw, als de vier drijvende krachten achter verandering en achter verbetering eh, van Nederland. Daarbij heeft het Rijk ook een veel actievere rol dan het eigenlijk de afgelopen twintig jaar, wat ons betreft, heeft laten zien. Niet zozeer dat het de baas speelt, maar wel dat het samenwerkt met andere partijen. Wij denken dat al die vier opgaven samenkomen op het niveau van een regio. Een regio is eigenlijk het dagelijks uh, leefmilieu van een gemiddelde Nederlander. Waar hij woont, waar hij werkt, recreëert, uh, winkelt en naar school gaat. Op dat schaalniveau worden die abstracte opgaven concreet en kun je ze verbinden met zaken van alle dag. En het is ook een middel om al die verschillende regio's meer van elkaar te laten onderscheiden. Op basis van hun landschappelijke kenmerken, hun cultuurhistorie, hun economische profiel. Maar ook de cocktail van opgaven, waarin die per regio verschillen. Wij denken dat dat ook een mooi instrument is om te zorgen dat de tweedeling die dreigt in Nederland, dat die uh, voorkomen wordt. Aan de ene kant uh, laten we ze even symboliseren door de gele hesjes en de witte wijndrinkers. Voor de mensen die wat angstig zijn voor globalisering, biedt de regio een veilig en herkenbaar thuis. En tegelijkertijd voor de cosmopoliet uh, is het rijkpalet van diverse regio's een aantrekkelijk menu om uit te kiezen. En ik hoop dat wij eigenlijk allemaal wel eens een geel hesje aan hebben of witte wijn drinken. Dus wij zijn voor verschillen, maar tegen tegenstellingen. Dat is wel een nieuw hoofdstuk in de Nederlandse ruimtelijke ordening, wat ons betreft. Die ruimtelijke ordening wordt heel erg gekenmerkt door de fundamenten die werden gelegd door Cornelis van Eesteren. Links onder in beeld in zijn witte laboratoriumjas te zien. Hij bedacht wat goed was voor ons en rolde dat uit over Nederland. Ooit richtte hij samen met Mondriaan de stijlgroep op, en het zal je niet verbazen dat de klassieke Mondriaan erg veel lijkt op de plannen van Van Eesteren, die zoals je die linksboven ziet, de westelijke tuinsteden in Amsterdam. Grote vlakken met monofunctioneel gebruik voor wonen, gescheiden van werken, met uh, infrastructuur onderling verbonden, uh, werd onze stad uiteengelegd. Wij denken dat het latere werk van Mondriaan, de Victory Boogie Woogie, een veel interessantere metafoor is van een veel dynamischer en uh, fijnkorreliger systeem. Laten we daar naartoe op weg gaan. Dat vergt ook een hele andere houding van overheden. Want we hebben eigenlijk gezien dat mijn vakgenoten, stedenbouwkundigen en bestuurders-politici, niet altijd het bij het rechte eind hadden. Laten we kijken in hoeverre we plannen kunnen maken op hoofdlijnen, zodat er ruimte is voor de maatschappij om. Uh, dingen anders in te vullen, voortschrijdend inzicht toe te passen en initiatief van onderop te steunen. Want we hebben eigenlijk al heel vaak gezien dat de economie het soms beter weet, zoals bij de Zuidas, of het klimaat en de natuur bij het hoogwater in de jaren negentig en de Oostvaardersplassen. Of dat initiatieven uit de maatschappij de scheepswerf van NDSM, NDSM een heel ander karakter geven. Ik ga u illustreren hoe we aan die toekomst van de stad uh, kunnen werken uh, aan de hand van dertien uh, misverstanden. Maar wel met een smile. Het is geen zuur verhaal. Want een paar van die misverstanden die gaan over mobiliteit. Daar begin ik mee. Vier misverstanden over mobiliteit. Het eerste misverstand is: verkeer is water en een file is een probleem. Ons ministerie heet het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dus men is gauw geneigd om te denken dat verkeer is als water. Maar als we de rivier verruimen, gaat het niet harder regenen. Maar als we de weg gaan verruimen, komt er wel meer verkeer. En dat is eigenlijk best een probleem. Wij denken dat een file en een volle trein hoort bij de balans tussen vraag en aanbod. Er zijn hele andere mobiliteitsproblemen die een veel maatschappelijkere urgentie kennen. We kunnen beter mobiliteitsinvesteringen richten op het versterken van de ruimtelijk-economische structuur, het vergroten van de aantrekkelijkheid van de leefomgeving, het vergroten van kansen voor mensen en als geheel een aantrekkelijk vervoerssysteem te maken. Bereikbaarheid is inmiddels geen doel, het is een middel. Om die maatschappelijke doelen te bereiken. Het tweede misverstand daaraan gekoppeld is dat verder of sneller per definitie beter is. Dit congres heet uh, Fast Forward Mobility. Maar ik vraag me af of Fast Forward uh, betreft of dat over de transities gaat. Dan ben ik fan. Of dat het gaat over dat we steeds sneller moeten. Er zijn veel mensen die geloven dat zelfrijdende deelauto's ons enorm veel verder brengen. Ik denk dat er niet zoveel verschil is, zoals deze drie beelden uh, illustreren. Er zal altijd een spits blijven bestaan met bijbehorende file. Want sinds 1985 is onze woon-werkafstand nagenoeg verdubbeld. Waar we nog geen 12 kilometer van ons werk woonden in 1985... wonen we inmiddels bijna 23 kilometer van ons werk. Wat heeft ons dat eigenlijk opgeleverd? In ieder geval, we zijn geen seconde eerder thuis... Dus we zijn gewoon simpelweg verder van ons werk gaan wonen. Het grafiekje rechtsboven van de A2 Utrecht toont wat er gebeurt aan de hand van de studie van Goudappel-Koffing. Het blauwe lijntje toont uh, de drukte op de weg uh, die men als een probleem beschouwde. Vanaf 6 uur s morgens tot 7 uur s avonds hikte de weg tegen file aan. Na de verbreding is de spits alleen maar puntiger geworden. Een grotere druk in de ochtendspits en in de avondspits doordat uh, er simpelweg meer mensen zijn gaan reizen, omdat het kon. Dat zien we ook aan het daily urban system van de regio Amsterdam. Waar wonen mensen en waar werken mensen? Tussen 2006 en 2016 is de Daily Urban System enorm toegenomen, van deze blauwe vlek naar de volgende. We zien inmiddels dat het daily urban system van Amsterdam groter is dan de MRA. Nou kunt u denken uh, whatever. Maar dat heeft ook best wel wat negatieve gevolgen. Want je ziet aan de ene kant dat Amsterdam, dankzij veel infrastructuurverbredingen op de A1, de A2, de A4, verbeterde intercityverbindingen en de HSL. veel meer banen heeft gewonnen. Er zijn zo'n 80.000 banen in Amsterdam bijgekomen. Tegelijkertijd, in diezelfde periode, heeft de rest van de MRA 40.000 banen verloren. Je ziet eigenlijk dat de verbreden en veropening van de, van de pijplijnen. Uh, het werk naar Amsterdam zuigt, naar de grootste stad, en het wonen laat suburbaniseren. Dat is een segregerend effect, wat je niet uh, moet uh, onderschatten in de uitbreidingen van infrastructuur. Ik ben niet de enige die daar, daar zorgen over maakt. Ook het uh, Statistiekbureau uh, van de gemeente Amsterdam ziet dit soort trends uh, uh, voor zich. En we zien ook dat in het stemgedrag. Uh, waar in de jaren 90 ook nog veel ontevreden uh, populisten in de, uh, Amsterdam zijn te vinden... dat die zich inmiddels hebben uitgesorteerd naar de regio Amsterdam. Zij zien eigenlijk dat uh, Amsterdam onbetaalbaar wordt... en ze zien dat het goed gaat met de stad, maar dat zij daar zelf geen onderdeel van uitmaken. Zoals Barbara Baarsma het verwoordt. Ook het uh, Centraal Planbureau ziet inmiddels uh, dat de wijk waarin je opgroeit... Uh, bepaalt wat voor inkomen je later bereikt. Dat is misschien niet wat we moeten bereiken. Dat heeft ook met een volgend misverstand te maken. Namelijk dat we met steeds verder meer momentum krijgen voor de economie. Dat wordt in economische termen aangeduid met het begrip agglomeratiekracht. Dat zou je kunnen opvatten als het natuurkundige moment. En we hebben allemaal op de middelbare school geleerd dat moment is kracht maal arm. De afgelopen decennia hebben we eigenlijk alleen maar geïnvesteerd in het verlengen van de arm. Dat we in een uurtijd nog meer vierkante kilometers kunnen ontsluiten. Maar daarbij zijn we vergeten om dat gebied ook te verdichten. We hebben eigenlijk mensen, dezelfde aantal mensen uitgesmeerd over een groter gebied. Ik laat een klein rekenvoorbeeld zien. Hoe kunnen we 1 miljoen reizigerskilometers in de MRA besparen? Stel dat we het van 30.000 woningen niet in de gemeente Almere bouwen, maar in de regio Amsterdam, dan scheelt dat al gauw 1 miljoen kilometers, want de gemiddelde Amsterdammer woont 15 kilometer van zijn werk. Een gemiddelde Almere uh, 32 kilometer. Dat is morgen 17 heen en 17 terug. Dat maal 30.000 woningen is ruim 1 miljoen kilometers per dag. Die zullen worden afgelegd over voornamelijk uh, woonwerk, uh, over uh, dure rijksinfrastructuur. Ik denk dat het dus verstandig is om meer woningen dichtbij werkgelegenheid te bouwen. Dan zult u zich misschien afvragen, wat moeten we dan met Almere of de andere groeikernen waar weinig werkgelegenheid is? Ik denk dat we daar ook moeten stimuleren in economische ontwikkeling, door middel van koppeling, van scholing en het stimuleren van ondernemerschap. Dat is niet zo makkelijk als het aanleggen van infrastructuur of woningbouw. Maar we hebben wel gezien dat we door de juiste condities te creëren, dat wel kunnen. Zoals we dat hebben aangetoond op de RDM campus in Heijplaat, de Bioscience Park in Leiden of de high-tech campus in Eindhoven of de Wageningse Universiteit. Ook recent lukte het nog per ongeluk in Amsterdam, naast het Centraal station. Is dankzij ultieme uh, bereikbaarheidscondities uh, naast het centrum van de, van de, uh, de historische binnenstad een high-tech cluster ontstaan, uh, wat wel Silicon Island wordt genoemd, van de hele techsector uh, van Nederland. Laten we van dit soort uh, uh, ontwikkelingen leren door de juiste condities op de juiste plekken te creëren. Een vierde misverstand, of derde misverstand, is dat auto gelijk is aan vrijheid. Natuurlijk is de auto een zekere mate van vrijheid, maar we zien ook dat een aantal groeikernen wat ver afgelegen zijn, zeker als ze buiten de ring van de randstad liggen, dus Almere, Spijkenisse, Purmerend met name. Alve ligt een beetje in het midden, heeft er ook wel last van. Die zijn, liggen ver af van werkgelegenheid. Dat betekent dat die mensen die daar wonen niet op de fiets naar hun werk kunnen. Er is immers gewoon geen baan uh, te bekennen op fietsafstand. Dat betekent dat die mensen gedwongen worden om eigenlijk een half uur of langer per dag heen en terug uh, in een auto te verkeren. Dat is geen vrijheid. Wij denken dat vrijheid die je kent in uh, metropolen betreft de keuzevrijheid over hoe je woont, hoe je werkt, welke hobby's je hebt en hoe je je vervoert. Hoe groter dat keuzepalet aan opties, des te aantrekkelijker is die metropool en des te meer talent kun je aantrekken en vasthouden. Aansluitend op dat idee van meer verschil zonder tegenstellingen. Ik denk dat daar dus ook onderdeel van is de keuzevrijheid van mobiliteit. Dus niet gedwongen worden met de auto, maar wanneer het uitkomt, je met de fiets gaat of met het OV of lopend. Dat is de ideale nieuwe vrijheid die de nieuwe generatie ontdekt, onder meer met de OV-chipkaart. Dat je kan gaan wanneer je wil, waarheen je wil, zoals je wil. Het vierde misverstand is dat stationsgebieden alleen maar voor OV-believers zijn. OV-gebieden, of stationsgebieden, zijn eigenlijk de best bereikbare plekken van een regio. Of je nou met de auto komt, de fiets, met de bus, of lopend of met de trein, het zijn de best bereikbare plekken voor iedereen. En het is ook een fantastische woonomgeving. Want zelfs de meest vervente automobilist woont niet graag langs de snelwegafslag, maar in het centraal, eh, rondom een centraal station. Zoals bijvoorbeeld onze minister van Infrastructuur en Waterstaat. Maak daarom het openbaar vervoer tot de regionale ruggengraat, zodat de functies rondom het openbaar vervoer kunnen clusteren waar iedereen gebruik van kan maken. En natuurlijk is de aanleg van hoogwaardig openbaar vervoer niet eenvoudig. Het kost vaak lange tijd en veel geld. Maar zoals H.J. Hofland het al vermelde, elke metro is mislukt totdat hij rijdt. Al deze voorbeelden zijn sinds ze in bedrijf zijn genomen een groot succes geworden. En niet elke regio hoeft een metro aan te leggen. Eigenlijk kan elke regio een eigen passende oplossing kiezen voor haar OV-systeem. Soms is dat de metro of Lightrail. Andere regio's kunnen juist gebruik maken van vervoer over water of met slimme, snelle busbanen en fietspaden die naar de stationsgebieden leiden. Tot zover de misverstanden over mobiliteit. Laten we nu kijken naar hoe verstedelijking en mobiliteit samenhangen. We hebben als college uh, het dashboard verstedelijking ontwikkeld, waarin we laten zien wat de effecten van verstedelijking in de vorm van woningen en banen voor een effect hebben op de bestaande regio, de bestaande steden en dorpen. En je ziet in het gesprek over woningbouwlocaties al gauw de discussie ontstaan dat het gaat over graspriet versus baksteen, dat we niet in het weiland moeten bouwen om het landschap te redden. Maar dat is een misverstand. Het gaat er juist om dat de nieuwbouw ook de bestaande stad versterkt en wat het effect daarop is. We hebben de afgelopen weken in diverse kranten en andere media Berichten kunnen zien over het ter beschikking stellen van weilanden om maar snel woningen te bouwen. Zo pleiten ook regeringspartijen CDA en D66 voor een nieuwe woonwijk die met de metro wordt verbonden uh, in Almere-Pampus en met de metro wordt verbonden naar IJburg en Amsterdam. Die metrolijn kost 2,5 miljard euro en ontsluit eigenlijk alleen de 25.000 woningen van Pampus. De rest van de Almeerders kunnen beter via de traditionele manier... via de A6 en de Hollandse brug of het spoor naar Amsterdam reizen. Dat is gewoon simpelweg korter. Die metrolijn kost 100.000 euro per woning. Vanuit dat geld kun je die woningen ook subsidiëren... om ze gewoon dicht bij het werk te bouwen. Het daaraan gekoppelde misverstand is dat Finexwijken slecht zijn... omdat architecten ze suf vinden... Dat is iets wat Friso de Zeeuw stelt in uh, zijn uh, artikel laatst uh, in het NRC. Dat de Phoenix zo slecht nog niet was. Op zich heeft hij gelijk dat de woonkwaliteit van een Fenixwijk best aantrekkelijk is. Maar wat we niet hebben meegenomen in de Fenix-planning, is wat het effect van die woonwijken was op de bestaande stad. Zo hebben de Fenix-wijken van Rotterdam, Rotterdam-Zuid, verder leeggezogen. Kansrijke inwoners zijn verhuisd naar de nieuwe nieuwbouwwijk aan de rand van de stad... Daarmee bleef een grotere concentratie van kansarmen achter in Rotterdam Zuid en moeten alle overheden samen meer dan een miljard investeren in Rotterdam Zuid om dat op de been te houden. Dat was niet meegenomen bij de afweging van tevoren. Ook blijkt uit PBL-onderzoek dat lang niet iedereen wil wonen in een woning met een tuin en dat er niet een overmaat is van appartementen in aanbouw. Hoe dan wel? Ik denk dat twee initiatieven uit de Noord- en de Zuidvleugel goede referenties bieden. Aan de ene kant eh, de Amstelstad, dat zich uitstrekt van eh, het Amstelstation tot en met het AMC tussen de spoorlijn en de A2 in Amsterdam. Veel voormalige bedrijventerreinen kunnen daar best gemengd worden met wonen en bieden ruim aan tientallen duizenden woningen. Daarnaast is de Verstedigingsalliantie in Zuid-Holland langs de spoorlijn van Leiden, Den Haag, Delft, Rotterdam en Dordrecht biedt het ruimte voor 175.000 woningen die op prima afstand van wonen en werken liggen. Het omgekeerde is ook waar. Er zijn ook believers die denken dat de hele woningbouwopgave binnen de bestaande stad past. Dat is ook helaas niet waar. In de metropoolregio Amsterdam ter illustratie is denk ik de druk het allerhoogst, maar daar zal toch een kwart tot 40% van de woningen niet binnenstedelijk gerealiseerd kunnen worden. In andere regio's zal dit percentage beduidend lager zijn, maar het heeft wel een effect op het geheel. En soms is buiten de stad bouwen ook helemaal niet zo slecht. Als je maar goed bent verbonden met die bestaande stad en die bestaande stad een impuls kan geven, bijvoorbeeld door hem zoveel mogelijk te concentreren langs OV-haltes en op fietsafstand van werkgelegenheid en die bestaande wijken. De nieuwe kern in de Oksel van de A2 bij de Amsterdam Arena, of de Johan Cruijff Arena, en de Bloemendalenpolder Polder bij station Weesp zijn hier goede voorbeelden van. Natuurlijk horen we ook veel bezwaren over dat binnenstedelijk bouwen eh, onbetaalbare woningen oplevert. Op zich klopt het dat binnenstedelijk bouwen complex is en eh, ook dat dat kosten met zich meebrengt. Maar het is ook aan het Rijk om te bepalen hoe we eigenlijk de kosten berekenen. Want het Rijk investeert wel in infrastructuur, maar niet in complexe gebiedsontwikkeling. Zo heeft het Rijk de afgelopen jaren 6 miljard euro geïnvesteerd in infrastructuur naar Almere. Om daar 60.000 woningen te kunnen bouwen. Ook dat is wederom een subsidie van 100.000 euro per woning. Dat bedrag had je ook beschikking kunnen stellen bij complexe gebiedsontwikkeling. op plekken die meer maatschappelijke waarde genereren. Er is ook een idee dat je op uitslechtlocaties. veel sneller zou kunnen bouwen. Dat lijkt misschien ook best in eerste instantie waar, dat op die plekken je de woningen zelf sneller bouwt. Maar een stad is veel meer dan alleen maar een verzameling woningen. Voordat je je infrastructuur en je voorzieningen op orde hebt, duurt het vaak veel langer. Ook laten een aantal uitleglocaties uh, die we allemaal kennen uit de pers zien dat, buiten, dat, er eigenlijk geen locaat, dat er geen eenvoudige locaties meer zijn. We hebben alleen nog maar complexe situaties. Kijk naar de Westflank Haarlemmermeer, waar na tien jaar planvorming nog geen zicht is op uitvoering... Of Valkenburg, waar na ruim 15 jaar discussie pas recent een intentieovereenkomst is gesloten. En ook de Bloemendalenpolder is na 20 jaar ontwikkeling nog niet af. We zien natuurlijk op deze voorbeelden dat het wel anders kan. De nieuwe kern is een goed voorbeeld dat het relatief sneller kan. En ook schivesten bij Schiedam toont complexe locaties waar het wel kan. Ook over het verdichten van de stad bestaan allerhande misverstanden. Men is gauw geneigd om te denken dat dat meteen leidt tot alleen maar hoogbouw. Dat het ten koste gaat van groen en alleen maar uit appartementen bestaat. Allereerst de hoogbouwillusie. De grootste dichtheden in Europa halen we rondom het tiende arrondissement rondom Gare du Nord in Parijs. En mensen die er wel eens geweest zijn weten dat gebouwen daar niet hoger zijn dan zes of zeven lagen hoog. Dat is middelhoog, niet hoogbouw. Dus als wij ervoor kiezen om hoog te bouwen, dan is dat een bewuste keuze, omdat we dat willen. Maar met middelhooggebouw kom je eigenlijk nog minstens zo ver. Ook is het een illusie dat binnenstedelijke verdichting ten koste gaat van groen. Veelal betreft het voormalige haventerreinen en industrieterreinen die worden verdicht. En dat gaat vaak, maar van een heel beperkte mate, ten koste van groen. Sterker nog, meestal worden ze verder vergroend. Blijkt ook uit onderzoek over binnenstedelijke transformaties van de afgelopen jaren. Maar 10% of minder. Blijkt ook uit ons dashboard dat het maar misschien 2% is. Sterker nog, de verdichting kunnen we inzetten om te combineren met vergroenen. Zo zijn veel van de voormalige bedrijventerreinen hitteeilanden in het centrum van de steden. We kunnen deze gloeiende kooltjes omtoveren tot ijsklontjes door ze juist te combineren met groen en woningbouw. Hiermee wordt ook een virtueuze cirkel op gang gebracht, waarover meer. Want er wordt namelijk ook vaak geroepen dat verdichten leidt tot nog meer verkeer en een vastlopende ringweg. Dat was misschien wel het meest opzienbarende onderzoek en inzicht dat we het afgelopen jaar hebben opgeleverd als college van rijksadviseurs. Samen met Studio Bereikbaar ontdekten we dat er een verband was tussen de adresdichtheid, het aantal inwoners en banen per vierkante kilometer, en hun reisgedrag. Hoe dichter het aantal mensen en banen per vierkante kilometer, hoe minder mobiel mensen zijn en hoe minder auto's ze gebruiken. Dat is niet alleen de nieuwe. Ontwikkeling betreft dat, maar het heeft ook een effect op de bestaande stad waar je je verdicht. Kijk bijvoorbeeld naar de paarse vlekken die groeien um, als je woningen bijvoegt. Daar ontstaan nieuwe milieus, ook uh, bestaande woningen die daarbij uh, worden toegevoegd, die leiden tot een daling van de automobiliteit. In deze grafiek ter illustratie hebben we een kwart miljoen woningen toegevoegd en een kwart miljoen banen in de regio Amsterdam en daalt de totale automobiliteit. Als je de trend van de afgelopen twintig jaar ook voor de komende periode doortrekt. Als je die trend niet meeneemt, uh, zie je dat er een slechts een lichte stijging is van de automobiliteit. Niet zo heel gek, want er is eigenlijk veel meer keuze om de hoek. Mensen kunnen om de hoek winkelen, wonen, werken, naar school gaan. We zien wel dat er een stijging is naar OV en ook het fietsgebruik. En zeker op de middellange afstand. Daarin zullen we veel moeten investeren. Deze dichtheid om tot dat mobiliteitsgedrag te komen is niet eens bijzonder hoog. Als we kijken naar uh, Londen, dan zien we bijvoorbeeld de borough of Brand. Die bestaat voor 90 of misschien wel meer procent uit louter woningen met een tuin. En die bereikt al de gewenste uh, dichtheid van banen en inwoners. Dus op die manier kunnen wij een nieuw hoofdstuk toevoegen aan de nieuwe ruimtelijke, ruimtelijke ordening van Nederland. Niet door functiescheiding, maar juist ook door menging. Daarvoor hebben we, het, uh, hebben we Mondriaan opnieuw uitgevonden. Waar Mondriaan geïnspireerd werd door Manhattan, hebben wij daar ook stevig onderzoek naar gedaan. De verschillende mengingen die daar optreden, zijn een basis voor wat wij noemen een raamwerk voor Reuring, Rust en Ruis. Een globaal plan met zones die niet door functies gekenmerkt worden, maar door drie kwaliteiten. In elk van deze kwaliteiten wordt gewoond, wordt gewerkt en is er ruimte voor andere activiteiten. In Reuring is er vooral s avonds en in het weekend naast overdag gezellige drukte met veel horeca en voorzieningen. Daarboven wordt gewoond met vooral woningtypen die gebruik maken van die voorzieningen. Daarnaast is het op de hoek rustig wonen en is er ruimte voor werk en kantoren en klimaatopvang in die rustige zones. Daarnaast is er ruimte voor de rauwe kant van de stad in de zone Ruis, waar je bijzondere woonvormen met woonateliers en uh, cateringbedrijven kunt hebben. En er is een ruimte voor logistiek en misschien wel de wat rauwere kant van de stad... voor nieuwe experimenten en maakindustrie. Hoe meng je dan precies, ontdekten we in de metromix. Je mengt niet zozeer op gebouwniveau, maar beter nog op blok- en straatniveau. Dat is een stuk eenvoudiger. Zet kantoorgebouwen naast woongebouwen, naast onderwijsgebouwen en hotels... en zorg dat met name hun plinten een frequente afwisseling kennen... met ochtend-, middag- en avondprogramma. De oma blind. Tot slot de laatste twee misverstanden. Er is natuurlijk in de actualiteit veel te doen over de stad en corona, dat we door de corona de stad moeten verlaten. Maar ik wil u graag wijzen op de brandhaarden van de corona-epidemie in Nederland, zoals Oost-Brabant, waar opvalt dat met name de steden, Den Bosch en Eindhoven, juist heel mild getroffen zijn en het landelijke gebied eromheen veel meer. Laten we ons niet leiden door angst, zoals Ludwig Wilbersheimer na de Tweede Wereldoorlog het concept bedacht voor de Amerikaanse Koude Oorlogsstrategie tegen de atoombom. Hij verdunde de verstedelijking van Amerika zo dat het geen zin had om er een atoombom op te gooien. Deze strategie werd omarmd door Amerika en er was geen betere strategie om alle Amerikaanse steden uh, kapot te maken. Laten we leren van het eind 19e eeuw, toen het vak stedenbouw ontstond als een pragmatische oplossingsgerichte vorm om de cholera-epidemie hand in hand met artsen te bestrijden door rioleringen en waterleidingen aan te leggen. Tot slot een laatste notie, het kan zijn dat u uit mijn pleidooi opmaakt dat je nooit meer ver weg mag, maar dat is helemaal niet mijn idee. Het gaat erom dat we dagelijks uh, verplaatsingen enigszins in de perken houden en niet verder laten uitdijen maar dat we op een minder frequente uh, manier ons vrijelijk bewegen tussen regio's en tussen landen, op een wekelijk, maandelijks, seizoens of jaarlijks of generatiesysteem. Daarom stellen wij ook voor om naast de snelwegen ook een slimme treinlijn in te zetten die gebruik maakt van de investeringen in de HSL en de Hanze lijn door een cirkellijn te introduceren die ook vanuit Zwolle terug naar Eindhoven en Breda rijdt. Zo kunnen generaties in golven naar de stad komen en kunnen mensen genieten van festivals als Oerol, een, een zakelijke afspraak op de Zuidas of een studievolgen in Twente. Dat is niet een elitair proces, want ook voor een vakantievlucht of een, of een gemiddelde wedstrijd kun je gebruik maken van deze diensten. Ik was erg blij met het nieuwe perspectief dat wordt geschetst in de Novi Kamerbrief van de afgelopen weken, waarin het Sted Stedennetwerk Nederland werd gepresenteerd en eigenlijk deze nieuwe samenhang gestalte krijgt. Dat zijn mijn dertien misverstanden. En ik hoop een glorieuze toekomst voor de Nederlandse stad. Dank u wel. Dank u wel, Daan. Blijf er even, even bij staan. Uh, dan kunnen we even wat uh, vragen doornemen. Want uh, jouw presentatie heeft zoals verwacht ook wel wat vragen opgeleverd. Dat kan ik mij voorstellen. Wij uh, was... houden keurig uh, afstand van elkaar hè, om uh, besmettingen eventueel te voorkomen. Uh, zullen we gewoon even de vragen doornemen? Ja, Ik vond een het een hele interessante heen. presentatie. Mensen kunnen hem trouwens, we hebben hem opgenomen, dus uh, jullie kunnen hem altijd nog uh, na afloop nog een keertje nakijken als je denkt, van, goh, hoe zat het nou ook weer precies? Maar laten we eerst eens even die vragen beantwoorden. Um, een vraag van Jeroen, is een belangrijke mogelijkheid om het aantal kilometer te verminderen niet ook door het werk te verplaatsen vanuit de stad naar daarbuiten? Waarom vestigen bedrijven zich niet gewoon in Almere, mm -hmm. bijvoorbeeld? Nee, dus dat was, uh, liet ik ook één slide van zien. Hè. Um, kijk, eigenlijk bestaat inderdaad mobiliteit eigenlijk uit de driehoek: uh, wonen, werken en mobiliteit. En we moeten aan alle drie werken. En we zijn eigenlijk traditioneel gezien een beetje vergeten om ook aan dat werk uh, te werken. Uh, dat laat zich wel wat minder makkelijk sturen dan woningen en infra. Dat is ook helemaal niet erg. Ik denk dat die anderen misschien wel wat relaxter kunnen. Uh, maar het vergt vooral geduld. Dus ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is om in Almere en andere plekken die. Werkgelegenheid verliezen of dat niet opbouwen, om daar te investeren met een lange adem. In uh, onderwijs gekoppeld aan werkgelegenheid en dat is absoluut onderdeel van deze boodschap ja, en ja, dat van mijn visie. Denk ik ook het antwoord op deze vraag: hoe kunnen we deze lessen toepassen buiten de Randstad? Ja enorm. Nee, dus de, dit is een, uh, veel voorbeelden kwamen even uit de MRA omdat ja. daar een deel van dit, uh, dit onderzoek is op gebaseerd. Maar je kan dezezelfde technieken ook toepassen uh, op de regio's daarbuiten en dat doen we ook uh, in de regio Groningen of in de regio Eindhoven en je kan ja. het overal toepassen in ja, Twente uh, uh, of Achterhoek. Ik vond het ook wel fijn dat je nog even uh, liet zien dat we ook nog wel ver mogen reizen. Ja, dat het niet allemaal in de eigen omgeving blijft. Nee. Hoewel ja, vliegen en voetbalwedstrijden, het is iets ja, van een ver nu, verleden. Ja, nu even niet. Nee. Nee, <laughs> nee, hopelijk, precies. hopelijk komt dat weer Hopelijk komt dat snel weer, weer terug. Um, interessante vraag. Welke van deze misverstanden, die dertien die je hebt genoemd, zit nou het diepst geworteld in de maatschappij? Hè? En hoe, hoe kunnen we dat sentiment dan ook bijsturen? Want wat we toch ook wel leren is dat. Uh, gedrag veranderen, uh -huh. dat dat ontzettend moeilijk is. Ja, nou ik denk dat dat precies het punt is. Ik denk dat, in, dus in mijn ogen is het niet zozeer de maatschappij, maar is het is eigenlijk de overheid die stuurt, die heeft te lang uh, gestuurd op dat verder is beter. Dat doen we nog ja. steeds. Hè. Je krijgt nog steeds reiskosten voor vet. Dus als je verder woont, krijg je meer geld. Ja. Ja. Uh, en er zijn meer van dat soort prikkels. En wij hebben, we moeten ons. Uh, de overheid realiseert zich onvoldoende dat als zij infrastructuur aanpassingen doet, dat, dat het, het gedrag beïnvloedt. En we moeten leren dat dichterbij kansen biedt. En dat dat maatschappelijke voordelen biedt. Om de dichtheid en de druk een beetje op de markt te houden. Dat is eigenlijk volgens mij het grootste misverstand waar we een omzet okay, en, en, en de overheid kan daar dus duidelijk in, in sturen. Ja, met, met, met schaarste en ja. met uh, andere. Aantrekkelijke alternatieven te maken. Ja, het grappige is dat we dat nu eigenlijk ook zien gebeuren. Hè? Dat ons gedrag veranderd wordt door de ja. coronamaatregelen. dat we dat eigenlijk heel snel uh, oppikken. Uh, ja. Mogelijk ook vanwege de gezondheidsgevaren die het oplevert als dat we, we dat nu, niet doen. Maar... Uh, dat we nu de wereld om ons huis wat meer ontdekken. En ja. wat, dat waarderen. Ja. We ontdekken dat er ook een alternatief is voor in de file staan. Ja, je kan ook thuis werken. Of ja. je werkt de uh, eerste twee uurtjes thuis. En dan daarna ga je naar de ja. spits reizen. Dat zijn allemaal hele gunstige. Inzichten die door veel meer mensen beleefd worden. Ja, dat is nog wel een interessante aanhaker uh, op uh, de plaatjes die je li liet zien... Hè, over uh, ontwikkeling van technologie, zelfrijdende auto. Mm -hmm. uh, dat je eigenlijk niet verwacht dat uh, het aantal files daardoor gaat uh, afnemen. Maar, ik zou niet weten waarom. Nee, <laughs> ik, ben, ik ben het daar persoonlijk mee, met je eens. Maar thuiswerken... Dat zien we en nu wel gebeuren. Dat Absolute. het aantal files drastisch is afgenomen door het thuiswerken. Ja. Is dat uh, iets wat we kunnen doorzetten? Want het is ook wel weer een gedragsverandering. Mm -hmm. Je zult ongetwijfeld straks zien dat als we weer mogen... dat we heel graag weer naar kantoor gaan even. Ja. Maar zul je, denk je dat deze situatie oplevert dat we inderdaad meer gaan thuiswerken? Dat eindelijk die doorbraak gaat komen? Uh, ik denk wel dat we meer gaan thuiswerken. Maar ik denk ook, zoals we stelden, dat een... Een file en een volle trein hoort bij de balans tussen ja. vraag en aanbod. Dus niet omdat het moet, maar omdat het kan. Dus als je die gelegenheid biedt, ja, gaan ga mensen daar gebruik van maken. En ik denk, wel mensen, uh, ik denk ook dat het een keuzevrijheid is. Hè. Dus ja. dat van die, die metropolen die zich kenmerken door keuzevrijheid. Ja. Als het een bewuste keuze voor jou is om te zeggen, ja maar ik wil graag die baan op 100 kilometer. En ik wil graag, uh, ik vind het niet erg om in de file te staan nee. of in de volle trein. Prima. Maar laten we voorkomen dat er bevolkingsgroepen zijn die geen keuze hebben. Wat nu even dus uh, de mensen in Spijkenisse bijvoorbeeld klagen teen en been over de bruggen die de hele tijd uh, dicht staan. Die hebben geen keuze om thuis te blijven werken, want er zijn gewoon nee, geen banen nee. in die regio. Het, 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 thuis kunnen werken, moderne techniek, uh, maakt het ook wel weer mogelijk om verder van je werk af te wonen. Hè? Ja. Dus dat, dat ja. is misschien dan weer nee, tegenstrijdig vindt... met die Ja, dus, dat is misschien ook een soort nieuwe, uh, nieuwe balans die we misschien met elkaar ja. moeten vinden. Ik denk dat we zien dat er zowel uh, um, ecologische aspecten over dat verder uh, reizen zitten. Hè. Dus het produceert meer CO2 of je hebt nog meer uh, windmolens en zonnevelden nodig om al die energie op te wekken. En het heeft sociaal segregerende effecten. Die moet je een beetje in balans houden. Maar misschien is het ook wel een impuls voor bepaalde gebieden die nu wat verder weg liggen. Ja. Het leuke is dat wij zien natuurlijk ons publiek op dit moment niet nee. en normaal is er met zo'n evenement interactie en dan zie ik ja. wie de vraag heeft. Maar gelukkig komen er nog steeds vragen binnen. Uh, dat is toch fijn om te weten dat er wel aandacht is voor dit onderwerp. Uh, ja, laten we even en kijken mensen. Ja. Ja, precies, ja. Uh, en, en van die vragen die erop uh, aansluiten, waar we het net over hadden, ook die zelfrijdende auto. Ben je het ermee eens dat de zelfrijdende voertuigen ook leiden tot meer verplaatsing? He, omdat bijvoorbeeld ook mm -hmm. uh, uh, mensen ja. die slechter been zijn uh, of ja. eigenlijk niet meer zouden kunnen ja. rijden, makkelijker in die ja, nee, voertuigen stappen. Dat, 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 dat lijkt, dat lijkt uh, heel snel toe te leiden, je kunt inderdaad. in de auto eventueel. Ja. Maar ik snap, ik, uh, ik snap dat dat het effect daarvan is. Maar dat vind ik er daar dan ook aan onaantrekkelijk aan. Want waarom zou je dat moeten stimuleren? Uh, het is een, misschien een betere uitnutting van de capaciteit. Dat is op zich niet zo verkeerd. Um, maar daarnaast, kijk, als je, als je daar kan werken, had je ook thuis kunnen werken. Ja. Hè? Dus ja, waarom moeten we dan onderweg zijn? Blijf lekker thuis. Is misschien veel gezonder. Ja, wellicht, zeker als de tuin er zo mooi ja. bij ligt, zoals bij velen ja. op dit moment. Er moet wel een goede balans zijn met je huisgenoten. Ja, dat is zeker belangrijk. Uh, rust is daarbij belangrijk. Reuring, ruis. In hoeverre heb je hier als stedenbouwkundige nou echt invloed op, is een vraag. En uh, zulke situaties ontstaan toch ook gewoon wel spontaan in een stad? Nee hoor, dus uh, wij hebben dit gemaakt met de G5, dus met uh, Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Rotterdam en Den Haag. Uh, met name voor hun grote transformatiegebieden, de uh, Merwede-Kanaalzone, uh, uh, hier Havenstad onder andere. En daar wordt het toegepast uh, al, dus er wordt al mee geëxperimenteerd. Ja. En je moet het eigenlijk zo zien, dat heb ik nu niet kunnen toelichten, maar dat onder Van Eesteren uh, was zeg maar een functiegebaseerde milieuhinder. Dus een bakker was een bepaalde categorie, of een bierbrouwer was een bepaalde categorie, en die mocht dan ergens niet zitten. Nee. En wij zeggen: maak er nou een prestatie van. Wat is de, het maximum geluid, en zo wat je mag maken? Dat, eh, tot nu toe moest je ook al daarbij afstand houden. Maar je kan ook. Bouwkundige maatregelen treffen om minder gevaar en hinder te beleven. Dus met een filter erop of een dikkere muur, dan kun je er makkelijker naast wonen. En dat zien mensen ook dat dat kan. En voor een heel groot gedeelte van werk laat zich ook tegenwoordig makkelijker mengen met het wonen. Het zal niet met alles kunnen. Nee, Maar de maakbare stad is deels dus wel mogelijk. Ja, en daarom, dat was mijn metafoor met die vrijheid binnen kaders. He, dat ja. soms ja. andere partijen het beter weten. Dat raamwerkplan voor Reuring, Rust en Ruis, dat is echt een plan op hoofdlijnen. Dus Iedereen mag daar doen wat hij wil binnen ja. die maximum uh, milieuhindernormen. Oké, okay. um, we gaan eens even kijken. Want uh, je hebt het over uh, meer bouwen in de steden. Hè? Uh, mm -hmm. Veel meer woningen zouden daar moeten komen, zodat mensen ook dichtbij hun werk kunnen wonen. Ja. Um, dan is ook de vraag. Kun je daarmee ook de, de prijs van woningen drukken? Want je had het er al over: ja. hè, steeds meer mensen gaan buiten ja. de stad wonen, omdat ze het hier nu in de stad, of ja. dat nou Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven is, ja. het misschien niet meer kunnen betalen. Ja, nou, dat is eigenlijk heel erg een politieke vraag. Want uh, er zijn een aantal kosten die we nu als belastingbetaler gezamenlijk dragen, en er zijn een aantal kosten die we afwentelen op de bewoner. Dus al die infrastructuurinvesteringen, daar betaalt de belastingbetaler aan mee. En een gebiedsontwikkeling, die moet de gebruiker betalen. Dat is eigenlijk een beetje een rare balans. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat als het buiten uh, de stad. Uh, een woning uiteindelijk een lagere woningprijs oplevert, ja, dan kan je dus gewoon minder geld verdienen om daar uh, te wonen, want je ja. hebt gewoon minder toegang tot werk. Ja. Dus het is eigenlijk een, een bewijs dat het niet de goede plek is om te bouwen. Dus het, we ja. moeten eigenlijk als uh, Rijk met name inzien wat de maatschappelijke effecten zijn van die woningbouw. En die zullen dan ook mee moeten kijken. Dus we kunnen niet zomaar aan marktpartijen vragen om al die problemen op te lossen. Het zou ook betekenen dat grondbedrijven uh, van de gemeente. Moeten samenwerken met de andere diensten en dus af en toe ook een veel lagere grondprijs moeten accepteren, omdat het uiteindelijk via andere ja, ja. inkomsten terugkomt. Okay. En daarmee kunnen we die balans. Om die vitale beroepen ook in de stad te kunnen laten wonen. En iedereen die dat wil, dicht bij hun werk te laten wonen. Ja, dus ook overheden moeten uit dat vaste patroon uh, proberen te stappen, waar ze nou ja. eenmaal heel lang al in zitten. Ja. Dat is ook een gedragsverandering. Dus die, dus die, die Mondriaan. En ja. die, 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 die hoe, hoe ik zie dat de, dat de stad kan veranderen. In veel kleuriger en minder monofunctioneel. De, de victory dat is Boogie Boogie. Niet, ja, dat is niet alleen een. Fysieke verandering, dat is ook een verandering in de juridische uh, wetgeving rondom planologie... en hoe we onze overheden en instituten hebben georganiseerd. Je hebt een afdeling wonen en een afdeling verkeer en nee, die moeten veel meer samenwerken. Ja. Uh, 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 waar komt dat eigenlijk vandaan? Hè? Waarom investeert die overheid veel meer in infrastructuur dan in bijvoorbeeld woningbouw? Nou, dat is de afgelopen decennia een beetje zo gegroeid. Um, en eigenlijk, uh, het Rijk heeft een grote traditie om zich te mengen. Um, dus In de naoorlogse periode, zeg maar die Van Eester Periode, speelde het Rijk de baas. Dat kunnen we ja. ook niet meer voorstellen. <laughs> en da daar legden ze gewoon op waar er gebouwd moest worden. Ja. Had ze ook heel veel geld op tafel. Ook bij de Phoenix-periode kwam er veel geld voor beschikking. Dus het is helemaal niet raar om dat weer te doen. Alleen ik denk dat het veel beter is om als samenwerkende partner met de andere overheden. Uh, tot een plan te komen en niet om het op te leggen. En dat zie ik ook terug in die nieuwe nationale omgevingsvisie. En daar wordt de woningbouw ook gekoppeld ja. aan heel veel andere opgaven. En dat vind ik heel gezond. Ja. Over gezond gesproken. Groen is gezond. Dat ja. hebben we ook nodig. Ja. Ook in de stad. Bewegen. Uh, be bewegen is ook belangrijk. Maar even over dat groen. Hè. Want er wordt altijd over ja. groen gesproken. En dan komt hier van uh, Sylvia een vraag binnen. Kun je in het verhaal ook natuur en natuurlijke biotopen meenemen? Mm -hmm. hè? I anders dan alleen maar groen, het parkje dat we hebben. Ja. Maar echt puur echt de natuur. Ja. Nou, ik zie eigenlijk... Uh, überhaupt stedenbouw een beetje als uh, ecologie. Dus uh, wij zijn eigenlijk ook gewoon een, een diersoort. Ja. En je ziet dat uh, waar, uh, waar de metropool of, de, of uh, het centrum van Amsterdam... is een soort van de top van de voedselpyramide. En we hebben kleinere dorpcentra onderin. Zo werkt de natuur ook. Dus je wil eigenlijk dicht... Uh, in de omgeving van je huis een parkje om even je hond uit te laten, blokje ja. om te lopen. Maar je wil op een kwartiertje, half uurtje misschien een stadspark of net de stad even uit kunnen. En je wil op uh, een uurtje misschien uh, een grote landschap in kunnen. En misschien wel een heel weekend weg naar de Wadden of de Veduwe of de Achterhoek. Dus ik zou heel graag zien dat dat één systeem is. En ja. niet alleen op die mens ingericht. Want die mens gaat ook naar buiten. En, ja. uh, dus dat hangt wel een beetje samen met onze ecologische hoofdstructuur. En je ziet ook dat als je dat aan elkaar... Klikt en schakelt. Dan, dan krijg je bijvoorbeeld de wolf die we nu weer ja. terugzien of ja. andere. Ja, die net Deze wel meer dan 50 ja. schapen heeft ja. ja, doodgemaakt. Daar moeten maar we ook, <laughs> een, ook een soort nieuwe balans ja. in vinden. Ja. Maar dat, uh, ja. Nee, precies. Maar dus als we inderdaad meer gaan bouwen in de steden, dan kunnen we ook uh, delen van uh, Nederland ook weer ja, teruggeven aan de natuur. Eventuele. Ja, of in ieder geval een andere balans. Ja. Uh, dus, de, dus ik denk dat inderdaad in de naoorlogse periode de heel veel regio's op elkaar zijn gaan lijken. Een beetje grijzig gemiddelde is geworden. Ja. En dat we nu juist wat meer contrasten kunnen zoeken tussen superstedelijk en superlandelijk en heel natuurlijk. En, juist, uh, ja. Super, ja. en Merk je nou ook dat de overheid hier echt ook uh, een rol in pakt? Hè? Dus Nederland breed, een visie voor Nederland... en, en later het waarborgen van kwaliteit van die, van die plannen? Ja, dat zie ik. Het is wel heel pril. Uh, dus ik ben heel enthousiast. De vraag komt overigens van JetKids. Oké, okay. uh, ik ben heel enthousiast over de nieuwste ontwikkelingen. Okay. We zien eigenlijk dat uh, het Rijk in de coronacrisis een heel ander gezicht toont. Dat opeens er namens meerdere ministeries wordt opgetreden, er wordt daadkrachtig opgetreden, maar niet de baas spelen. Het is nee. een open houding naar andere overheden, naar de samenleving. En dat proef ik ook, dat het in die nationale omgevingsvisie aan het landen is. Dat, die, dat, dat het duidelijk is dat al de crises van de droogte, de stikstof, de woningbouw, de PFAS, die krijgen we niet meer op de traditionele manier opgelost. En er is een begin van dat dat anders en nieuw en samen moet. En ik wil ze heel graag aanjagen. En toejuichen dat we, uh, dat we dat volhouden. en Dat we dat ook echt gaan doen. Het is nou, nu of nooit? Precies. Nou, dat is een hele mooie. Uh, dat staat ook op nu. Dus uh, ze kunnen het uh, terugkijken. Kom ik nog even bij een laatste vraag. Want dan moeten we echt afronden. Dan is het ook tijd voor de mensen thuis om uh, te netwerken. Via, via Zoom bijvoorbeeld. Uh, een op een mogelijkheden zijn daarvoor. Maar even die laatste vraag nog. Die komt van uh, uh, K. Stol. Uh, uh, K. Stol. Ja. Uh, hoe kunnen nieuwe investeringen in stedelijke gebieden. vaak bij industrie. Gebieden en naast drukke wegen samengaan met goede luchtkwaliteit bij woningen. Mm -hmm. Dat is natuurlijk nog wel een belangrijke ja. vraag. Nou, een van de dingen is die je dus ziet, is dat als je die steden verdicht, dat meer mensen meer keuze om de hoek krijgen en dus meer gaan lopen en gaan fietsen. Ja. En dat, dus, uh, dat dat dus tot minder autoverkeer leidt, tot minder lawaai, tot minder uh, uitstoot. Je ziet ook nu dat veel steden, waaronder Rotterdam, die test nu deze coronatijd. Testen ze de toekomst? Ze ja. hebben bepaalde wegen afgesloten, vergroend voorgangers uh, aan uh, voetgangers gegeven, dus zodat mensen kunnen ontdekken dat er alternatieven zijn. En uh, ja, ik denk ook dat technologie natuurlijk wel helpt ja. om uh, auto's minder vuil te laten zijn. En ja. Dat geldt ook voor eerste. Ja. Nou ja, ik als Amstelveener merk het dat er heel weinig vliegverkeer is op dit moment. Nou, ja, ja. <laughs> en het valt ons op als er een keertje wel een vliegtuig gaat. Dus dat is ook wel, uh, uh, wel een interessante ontwikkeling waar we inderdaad naar kunnen kijken. Uh, Daan Zandbelt, dankjewel. Uh, er kwamen inderdaad heel veel vragen binnen. En ongetwijfeld komen er zo nog wat vragen uh, meer binnen. Uh, die zullen we dan uh, in ieder geval nog even doorsturen. Naar jou of naar de experts die betrokken zijn bij Mobility Fast Forward of De Dag van de Rail. Zodat die vragen in ieder geval nog beantwoord kunnen worden aan de mensen die ze hebben gesteld. Uh, tot zover. Uh, ik zou zeggen, doe even een virtueel applaus voor Daan. Dankjewel voor je presentatie. Dank voor en, de uh, ja, graag gedaan. En ook uh, dank voor jullie aandacht uh, thuis of waar je dan ook zit uh, naar je scherm te kijken naar uh, dit congres. Uh, hou je. Mailbox in de gaten, want daar krijg je nog een kortingscode binnen voor het congres van 7 december. Waar we dus wel degelijk, als het goed is, fysiek gaan samenkomen. Laten we het hopen, want ik kan niet wachten tot ik jullie ook daadwerkelijk kan zien. Dat ik kan zien tegen wie wij praten. En jullie krijgen ook nog de mogelijkheid een enquête binnen om even aan te geven wat je nou vond van dit congres. Uh, want we willen natuurlijk leren, dus we zullen dit in de toekomst best wel vaker gaan doen, uh, zo is de verwachting. Maar we willen natuurlijk ook leren wat we eventueel beter zouden kunnen doen en wat jullie er goed aan vinden, uh, vonden. Dus uh, zorg dat je even die enquête invult en uh, terugstuurt. Nu is het tijd voor één-op-één sessies. Jullie kunnen gewoon lekker gaan netwerken. Dat kan allemaal wie, weer uh, via die, uh, die gele balkjes. Kun je uh, indrukken, en dan kun je bepalen met wie je nog hierna afloopt. Wil gaan praten. Ik dank jullie in ieder geval voor de aandacht en uh, hopelijk zie ik jullie allemaal op 7 december. Tot dan.